Goedemorgen, beste mensen. We staan hier bij de familie Hazenlegen, stalhouderij Hazenlegen. En we gaan hier een rendier vasectomeren. Dat wil zeggen onvruchtbaar maken door de zaadlijnen door te knippen. Het is een beetje gepiel. Het is een rendier, is niet het allermakkelijkste dier om te verdoven. De operatie zelf gebeurt aan de hals van het scrotum. Gaan we snee maken en gaan we de zaadlijnen zoeken. Ik geef nu de lokale verdoving. Waar we zo meteen gaan snijden. In het bloedvatencomplex zijn allerlei bloedvaten, maar het loopt ook een dun lijntje. De zaadleider, dat is een wit dun buisje, die hebben we opgezocht en die is nu in beeld te zien. Die gaan we afbinden en dan nemen we een stukje tussenuit. Zo'n zogenaamde herenknip. Dus dan kan er geen zaad meer van de zaadbal naar de buik en is de het rendier onvruchtbaar, maar blijft wel gewoon zijn hormonen houden en ook zijn gewei blijft gewoon normaal ontwikkelen. Zo moeten we even kijken waar we hem zo meteen gaan laten. Het is toch een heel beest, het is toch, gaat richting 80, 90 kilo denk ik, misschien wel 100. Dus die tillen we ja, niet zo heel makkelijk van zijn plek. Hij gaat vandaag even in een stalletje en morgen hoop ik dat hij weer zo fris is dat hij bij zijn vriendjes kan. Hij is nu klaar met zijn narcose en de ingreep. Hij moet even op zijn borst liggen, want het is een herkauwer. En die pens kan een beetje oplopen. Het is belangrijk dat hij het gas eruit kan. En dat hem ook weer de narcose gaat opheffen met een beetje tegenmiddel. Dat hij weer kan slikken. En dat hij weer gauw weer het ventje voelt. Het is nu een man met geen kans op voortplanting. Dus dat is eventjes... Hij ademt heel mooi, heel mooi, heel mooi. Zo. Nou, was toch even spannend. Toen we begonnen van de narcose had hij wat moeite mee om goed te blijven ademen. Nou, Kirsten heeft eventjes de herenknip gedaan. En ik ga het weer helemaal doen. Hè. Ja. Ik ga de spullen opruimen en voor mijn huis gaan controleren we nog eventjes. Of hij al een beetje echt wat wakker worden is.
Zo.